Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb de afgelopen tijd best wel veel vragen gekregen over mijn opleiding Creative Business en hoe ik dan leer voor die tentamens. Dus dacht ik, laat ik jullie eens mee gaan nemen in het proces. In deze video gaan we in op het vak ondernemerschap. Ik heb daar 6 colleges van en jullie gaan zien hoe ik die colleges voorbereid en hoe ik uiteindelijk dan het hele tentamen voorbereid. Jullie gaan nu eerst kijken naar hoe ik mijn college voorbereid. Wat jullie nu gaan zien, dat doe ik voor ieder college en werkt voor mij, denk ik, het beste. Het is vandaag maandag en het is op dit moment 8:12 en ik ga vandaag beginnen. Ik ga in deze video specifiek op het vak ondernemerschap in, omdat dat nu eigenlijk een van de laatste vakken is waar ik echt voor kan leren. Dus ik ga jullie daar vandaag mee in meenemen. Dus om te beginnen, per vak krijg je altijd een modulehandleiding. Die staat op Brightspace. Brightspace is gewoon de website van HVA waar eigenlijk alles op moet staan over je vakken en zo. En die modulehandleiding print ik altijd uit en doe ik altijd in een mapje. Ik haal deze mapjes altijd bij de Action. Volgens mij zijn ze echt maar 89 cent of zo. En het is gewoon super handig. Het is dus, ja, deze zou je ook nog in een map kunnen doen. En dan zitten er allemaal van die mapjes in, zodat je papiertjes ook gewoon mooi blijven. Volgens mij kan je er 30 blaadjes in doen, dus de 30 mapjes in. Omdat je natuurlijk dubbelzijdig kan doen, zijn het er dan 60. Dus dit is dan de modulehandleiding die erin zit. En daarachter komen dan vaak mijn samenvattingen. Voor dit vak heb je zeg maar hier een overzicht met alle colleges en wat je voor die colleges moet voorbereiden. Dus dat schrijf ik ook altijd in mijn Masha Planner. Daar maak ik dan een overzichtje van voor mezelf om het een beetje duidelijk te maken. Kijk, ja, dat ziet er dan zo uit. En als ik dat dan heb gedaan, dan wordt dat roze zoals je kan zien. Dus dat is voor dit vak hoe ver we nu zijn. Nu altijd ga ik, het is nu maandagochtend en de week gaat van start. Dus ga ik een overzichtje maken wat ik deze week allemaal ga doen. En dat doe ik aan de hand van eerst doe ik eigenlijk altijd, heb ik mijn master planners altijd gewoon ingedeeld. En zoals je hier kan zien, is vorige week. Is dit voor vandaag. En ik heb vrijdag een deadline voor mijn pitch video. En woensdag moet ik een presentatie geven. Dat is een generale repetitie voor volgende week. Dat is voor het project, dus dat moet ik ook nog heel veel aan doen. Maar we gaan natuurlijk met dit vak op ondernemerschap in. Dus we gaan eerst eventjes een planning maken. Oké, planning is gemaakt, dus we gaan beginnen. Ik zal jullie even meenemen in Brightspace. Ik ben op dit moment al ingelogd. En zoals je hier kan zien, zijn de vakken waar we nu een beetje mee bezig zijn. Die komen meestal een beetje voor aan te staan. Daar staat ondernemerschap. Dan heb je hier, moet je naar content gaan. En dan staan hier alle werkcolleges. En dan heb je dus bijvoorbeeld hier de video. En dan heb je hier het de PowerPoint, zeg maar gewoon los. En dan heb je hier nog extra opdrachten en de antwoorden daarvan. Maar we gaan beginnen met de tweede rekenles, want die moet ik nog doen. En bij de eerste rekenles kregen we een video waarin alles uitgelegd werd. Maar hier is denk ik gewoon een paar vragen om te checken van hoe zit je er nou in. Per werkcollege, dus werkcollege 2, werkcollege 3, werkcollege 4... Best wel wat vragen, dus die ga ik eerst eventjes maken om te beginnen. Inside.
Oké, ik heb het nagekeken. En hier heb ik een vraag, die heb ik dan geel gemaakt. Hier zijn even dingen waar ik op moet letten, dat ik dat niet vergeet. En hier nog een vraag, dus die doe ik nu ook in dit mapje, zodat ik de volgende keer daarna kan vragen. Oké, de rekenles zit erop zoals jullie konden zien. En dan is het nu tijd om te gaan samenvatten, zodat ik dan het werkcollege van de podcast een beetje voorbereid. De onderwerpen dus al heb gelezen. En dat doen we in dit boek. Dit is het boek voor ondernemerschap. En voor werkcollege 6 moet ik dus hoofdstuk 10 gaan samenvatten. Wow, gelijk op de goede bladzijde. Dit hoofdstuk is dat. En het heeft best wel veel bladzijden. Volgens mij is van 15. Dus ja, het boek bestaat gewoon uit stof en dan in de blauwe kaders zijn vaak voorbeelden, zodat het wat beter uitgelegd wordt. Ik heb de samenvatting op mijn computer staan, dat doe ik dus via mijn computer aangezien het heel veel tekst is. Dus deze samenvatting doe ik altijd op mijn computer qua type. En dan als ik zeg maar dit hoofdstuk heb samengevat, dan schrijf ik ook nog samenvatting over in het boek. Dus die schrijf ik dan weer. Dus dat is dan voor nu de bedoeling. Dan is het nu tijd voor de podcast. Hier is van werkcollege 6 en die kan ik dan zo dit gaan kijken. Werkcollege 6 ondernemerschap. En deze duurt 19 minuten. Hallo. En normaal duurt het wel iets langer, maar deze is maar 19 minuten. Dus dit gaan we eventjes lekker volgen. Het is nu wat later op de middag en ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik voor een college doe om het voor te bereiden. Wat nu in mijn mapje zit, heb ik als eerste hier het overzicht van de podcast, wat ik daar allemaal van heb opgestoken. Zoals je kan zien is dat helemaal niet veel. Normaal is dat echt een stuk meer. Dan komt de samenvatting uit het boek en ik heb alles gewoon gemarkeerd. Geel is dan nieuw hoofdstuk en roze is een beetje begrippen. En dan komt nog de samenvatting van het boek die ik heb overgeschreven. En dat is eigenlijk wat ik per college constant doe. En dat is best wel veel werk. Maar ik denk dat dat wel de beste manier is om het voor te bereiden, zodat je alle stof hebt meegekregen wat mogelijk is.
Dus dat is eigenlijk wat ik doe om alleen het college voor te bereiden. Oké, nu is het college dus voorbereid en uiteindelijk ga ik het college nog volgen. Dat is via Virtual Classroom. Ja, dat is eigenlijk weer een herhaling van de stof wat ik al eigenlijk heb doorgenomen. En zodra alle colleges voorbij zijn, krijgen we nu voor volgende week een oefententamen. Die moet je maken en dan gaan we hem via Virtual Classroom bespreken. En dan kan je eigenlijk zien van wat weet ik wel en wat weet ik niet. Ik heb dit tentamen in de week van 22 juni, dus dat duurt nog eventjes. 3-4 weken is het ongeveer. En het is online. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik ben heel benieuwd. Maar hoe ik het tentamen dan uiteindelijk echt voor ga bereiden is... Per les krijg je leerdoelen. En dat zijn er ongeveer 3 of 4 per les. En dan maak ik een soort tabel. En in die tabel zet ik links het leerdoel. En dan ga ik die aan de rechterkant uitwerken met mijn samenvatting die ik zelf gemaakt heb. Samenvatting van het boek en het werkcollege. En daar komt dan alle informatie per leerdoel bij. Zodat ik echt de leerdoelen compleet begrijp en snap wat de bedoeling is. Ik heb dat nog niet gedaan, want het is de bedoeling dat ik dat echt een beetje een week van tevoren ga doen. Want ik heb nu alle stof wel gehad. Maar omdat het tentamen best wel nog lang duurt. Ik zou die in principe volgende week al moeten hebben. Want na je les krijg je die dan. Dan herhaal ik het nog een keer. En dan heb ik een overzichtje met alles. En uiteindelijk ga ik die dan gewoon een paar keer doorlezen. Ik zal jullie even een overzichtje laten zien van het vorige vak. We kijken dan even naar werkcollege 6. Daar zie je dat ik hier 4 leerdoelen heb. En ik ga jullie even het voorbeeld geven van marketing. Want ik heb dit natuurlijk voor dit vak nog niet gedaan. Voor marketing zie je hier dan het leerdoel. Kan de ontwikkeling van online marketing, het BOE-model en de 4C's uitleggen. En dan doe ik hier eigenlijk een hele uitleg van al die begrippen. En dan krijg je dus eigenlijk een overzicht met alle leerdoelen wat je dus moet weten met de uitleg. En zoals je hier ziet, dit is nog een mapje van marketing, heb ik het eigenlijk per werkcollege een ander kleurtje gegeven om het nog meer overzichtelijk te maken. En ja, dan is eigenlijk gewoon het feit van dit een aantal keren doorlezen totdat ik het helemaal uit mijn hoofd weet. Dan hebben jullie nu een beetje een idee gekregen hoe ik voor mijn tentamens leer. Je kan natuurlijk altijd mijn schooldagboeken kijken. Want daar leg ik altijd precies uit wat ik voor een vak doe en zo. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Als je een leuke video vond, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer je onder op mijn kanaal als je het leuk vindt. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!